Het Diakonessenhuis heeft vanmorgen in het kader van Wereld Diabetesdag vandaag een mini-gezondheidsbeurs georganiseerd in het kapel van het ziekenhuis. Het thema voor de dag was familie en diabetes. Sinds 1991 wordt wereldwijd jaarlijks Diabetesdag georganiseerd op 14 november. Deze dag staat dan volledig in het teken van diabetes mellitus. Vanaf 2007 is de Diabetesdag een internationale VN-dag. De minibeurs is bestemd voor burgers, scholieren en het personeel van het ziekenhuis. Het doel is de verschillende facetten van de algehele gezondheid te belichten en in het bijzonder preventieve maatregelen tegen diabetes. Mariska Downsweet, diëtiste van het Diakonessenhuis, vertelt waarom het ziekenhuis ervoor heeft gekozen een beurs te organiseren. Elk jaar op 14 november gedenken we de dag der diabetes mellitus. En ook in het Diakonessenhuis hebben we daaraan gedacht om dan een soort van beurs te organiseren waarbij verschillende instanties, maar ook bedrijven zijn gevraagd om mee te doen, om de mensen van voorlichting te voorzien. Dat is het eigenlijk hier in het Diakonessenhuis. Mariska Downsweet, diëtiste van het Diakonessenhuis. Ze sprak vanmorgen tijdens de mini-gezondheidsbeurs die het ziekenhuis heeft georganiseerd in het kader van Wereld Diabetesdag vandaag. De gezondheidsbeurs is gehouden in het kapel van het ziekenhuis.